De eerste cultuursalon van dit jaar had weer een keur aan interessante gasten. Naast Bert Paasman, die een heldere uiteenzetting gaf over de dichter Jacques van Hattem, oud-onderwijzer van school Schovenhorst, was Lily van Veen, beeldend kunstenaar uit Putten, ook aanwezig. De muzikale intermezzo's werden verzorgd door de Coconut Crackers en Melody Jane. De dichteressen Marjolein Baks en Pascale Oltoff lazen uit hun eigen werk. Theaterheld Kjeld presenteerde een interactief programma met het publiek. Ik ben helemaal niet zo heel erg van de poëzie. Niet dat je denkt dat ik elke avond
voor het slapen gaan een gedichtje nog lezen. Ze zouden graag wel willen dat ik zo iemand was, maar zo iemand ben ik niet. Maar als je denkt, als ik dacht aan gedichten, dan kwam dat gedicht van Paul van der Staaij, boem, paukenslag, komt dan naar boven bij mij. En ik heb ook even gegoogeld op Paul van der Staaij. Dat is dus een Nederlandse dichter. Begin vorige eeuw leefde hij. Hij heeft niet lang geleefd, hij is 32 jaar geworden. En hij hield van pure klankpoëzie. Maar wat doen we? Boempauwenslag. Dus een puur klankgedicht. En ik heb Kjeld, onze theaterheld, gevraagd om dat interactief met jullie te gaan doen. Boempauwenslag. Ja, zeker. Ja, zal ik de wijk voor je voor nodig? Oké, boem, paukenslag, ik ken het. Die zegt ja, boem, paukenslag. Ja, kunt u wat doen? Of, nee, niet. Okay. Nou, we gaan hem nu wel doen. Ik ga hem een keertje voordoen en dan ga ik daarna jullie opdelen in groepjes. En dan gaan we met z'n allen uiteindelijk aan eens doen. Oké, boem, boem, paukenslag. Daar ligt alles plat. Weer razen, viola, celli, bassen, koperen, triangel. Trommels. Pauken, razen, rennen, razen, rennen, razen, rennen, stop! En dan gaat het nog even door. Maar dat doen we niet, want dat is te ingewikkeld. Paukenslag. Daar ligt alles. Plat. Kijk, dit gaat al goed, hè? Dit gaat al goed. Yes,
dus bijna 40 jaar. Dit jaar word je 50 gezin, of niet? Ja, hè? Ja, ja. Goed uitgerekend. Ja, dus heel veel gedichten gemaakt en met 26 ben je begonnen. En op een gegeven moment heb je het ook uitgegeven? Nou, ik was op een gegeven moment uitgeschreven en toen werd ik weer zielig. Hoezo werd je weer zielig? Voor een beetje dit. Ja? Je werd zielig omdat je bent uitgeschreven. Je hebt niks meer te schrijven, het wordt herhaald. Maar wat was het dan voor jou, dat dichten? Want je zegt, toen ben ik weer zielig, want als je dichtte, was je niet zielig. Nee, het was een neerslag van mezelf. Ja, ja. Een neerslag van gevoel. En zo kwam dat dan ook in het gedicht naar voren? Ja. Ja. Wat was je eerste bundel die je uitbracht? Daar hebben we anderen voor gezorgd. Dat was Spoorzoeken. Dat is de eerste? Dat is de eerste. Dat ik laat zien. Dat is een klein bundeltje. En dit is de voorkant. En toen je dit net, of toen je net hier neergezet, zei je, dit ben ik, leg uit. Ja, leg uit. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Die gaat op zijn buik over de grond, ik ook. Het is een pinguïn, toch? Het is een pinguïn, ja. Een pinguïn op het land, die is voortrekt. Maar en niemand omheen. Niemand omheen, maar daarom is dit ook het begin. Iedereen begint zo in het leven. Je weet niet waar je naartoe gaat, je bent alleen. En je laat een spoor achter en sommigen lopen achter je aan. En dan ontmoet je iemand en dat kan een vriend zijn of een vriendin. En daarmee trek je verder. Een ander spoor. Ja, ja. En nou vond ik het wel een mooi verhaal dat ik ergens tegenkwam. Je zei net al van dan kom je mensen tegen die achter je lopen of die met je meegaan. En jij hebt ook zo iemand leren kennen, volgens mij. Ja. Wel, tijdens een expositie, vertel. Nou, niet tijdens een expositie. Oh, jij zag mijn boekje in de etalage liggen, een tekening van. Dat is spijker. Mijn zus noemt hem de spijkerbroekenboom. Er zitten jongetjes in, en er hangt een hand boven een jongetje. En daarmee wil ik zeggen: de een die doet halssprekende toeren. En daar breekt niks mee. En de ander die breekt zijn nek over een drempel. Ja, ja. Dus voetbal. Maar hij zag die tekening en hij kwam vanuit Ermelo toevallig in Scheveningen. En daar. En nu zijn jullie wel al een beetje. Ja. Maar hij wilde een boekje kopen en die tekening van de zee kopen. Hij heeft meer de tentoonstelling van mij bezocht. En. Ik vind het een heel mooi verhaal. Ja, heel mooi. Lili, zou jij een gedicht van jezelf, want je hebt vast een lievelingsgedicht, of heb je dat niet? Nou, van de spoorzoeker. Ja, het mag ook een ander gedicht zijn, wat jij graag met ons wil delen. Ja, heb jij mijn boekje? Sorry. Nee, die is binnen. Nee hoor. Ik zal dat gedicht. Ik ben de wereld ingelopen, loop iedere stad door, met grote passen en met mijn hakken op de grond, om een spoor voor de eeuwigheid na te laten, een spoor van vriendschap. Ik raak alles aan met mijn woord, om mijn wezen te raken, te laten verwonderen over de gewone dingen. Want in wezen is leven simpel, niet te ver vooruit kijken. Niet te veel verwachten. Leven met de dag. De hele dag loop ik door, iedere stad, met grote passen. En dan sta ik in het midden der winden. Ik blijf, want vriendschap bestendigt mijn leven. Zelf, heb je ook iets ben je geïnspireerd door een dichter of dat niet? Ben je gewoon begonnen omdat je plezierig was? Nee, omdat ik gedichten dichter niet begreep. Het was vaak zo technisch. Gedichten zijn vaak
Hele technische. AABBA. Ja, die vind ik eenvoudig. Ja. Niet van jou zijn, die pakt niet zo. Met, allerlei technische regels, hè? Dat bedoel ik. En ik dacht, nou weet je wat, ik ga maar gewoon op gevoel werken. En dat schrijf ik op. En dicht je nog steeds? Ja. Dat is iets wat ik niet laten kan. Nee, maar ik denk dat je vooral door moet gaan. Heb je ook een lievelingsdichter waardoor je geïnspireerd bent? Of later, nadat je het spel door had, of de techniek door had? Nee? Ja, hoeft ook helemaal niet. Je bent gewoon eigen. Hoeveel bundels heb je? Zes bundels. En ze zijn bij jou te koop? Oké, nou dat weten we in ieder geval. Dus in de pauze kunnen ze even bij je langskomen. En dan kijken we wel hoe en wat. Wat krijg je terug van mensen als ze jouw gedichten lezen? Ik krijg vast wel dingen terug. Nou, het is niet alleen mijn gedichten. Ik ben daarna gaan tekenen. Ja. En toen ontdekte ik dat je het gevoel kan uitdrukken in woorden. En je kan het gevoel uitdrukken in beelden. En de ene iemand is meer toegankelijk voor beelden. En de andere is meer toegankelijk voor woorden. Dus na mijn eerste tentoonstelling in Minaga, daar lig je in bed. En ik heb 15 jaar in bed gelegen. En dus op een gegeven moment krijg je telefoontjes van een vrouw van 84 uit Leiden wel. Je weet helemaal niet wie ik ben, dat is niet belangrijk, maar je hebt mij voor het eerst iets van liefde laten zien. Ja, en voelen. En toen dacht ik, het is een communicatiemiddel voor mij geworden, mijn gedichten en mijn beelden. En dat is het. Dat is een talent. Ja, zeker. Ja. Maar dat krijg je dus ook terug van mensen. Niet alleen die telefoontjes, maar ook van nou, als brieven, nee, alles. Ja, dank je wel. Ja, mooi. Ook voor jezelf. Ja, zeker. Want binnen de week was bij de eerste tentoonstelling alles verkocht. Er waren 35 tekeningen. Dus die mevrouw die zei: nou, maak nou meer, want ik wil meer. Zo werkt het natuurlijk niet. Nou ja, toen wel hoor. Okay. Maar dus dat werd. Aanpoten. Ja. Maar het geeft zoveel voldoening. En mensen komen aan de deur en op een gegeven moment zegt iemand: Lili, jij hebt dat talent, ik wil iets voor jou doen. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik kan goed koken. Goed, nou maar, kook dan maar. Ja. En ik kan goed postzegels voor je kopen. En jij brief schrijft. Nou. Dus, en of naar de brievenbus. Ja, ideaal toch? Ja. En zo was het. Ja, maar daardoor ging ik de dus hij kwam weer tussen de mensen op die manier. Ja, ja. Ja. En dan weer die parabel van de gelijkenis, van de talenten, die begreep ik nooit. Mm-hmm. En toen wel, ja. Want hoe meer je deelt, hoe het verdienvoudigt. Dat je ook niet terugkomt. Ja, zeker. Heb jij na al jouw dingen nog een specifieke droom? Ja, wat heb je met dit? Tenminste, ik las iets van jou. Van, als je mocht kiezen, als jij mocht kiezen tussen het leven wat je eerst leidde, hè, dus zeg maar, en daarna, of na het ongeluk, of na het dichten, dat je aangaf van dat je eigenlijk meer geleerd had na het ongeluk. Ja. En dat vond ik heel mooi, omdat zo te zien, want ja, ik zie je regelmatig bij Albert Heijn binnen gaan. Overal. Men is je gewoon, ja, ik zie je gewoon gaan. En sommige mensen kijken gewoon, wat is dit, denk ik. En anderen hebben zoiets van, hé, heb je Lili? En nou, die loopt de boodschappen, toch? Ja. Nou, dat je bent wie je bent. Ja. Niet dat het niet uitmaakt of je groen, geel, paars of op rolletjes of op weet ik het wat loopt. Of licht of fiets. Je bent wie je bent, om jezelf. En niet je ik dat vooraan staat, maar de ander. Dat je mag zijn wie je bent. Ja. Ik wil als laatste nog even vragen of je ons nog een gedicht wilt delen. Een van je laatste. Oké, hier. Kan het? Ja. Ja. Komt ie? Over dromen. Oh, zie je? Nou, iets anders. De zin van het leven is het zoeken naar geluk, gelukkig zijn.
het laten groeien van liefde, vriendelijkheid en respect. Het contact met anderen. Jezelf durven open te stellen. Het leren kijken door de ogen van een ander. Het aangaan van een band. Leven is gelukkig zijn in de dingen die je doet. Geluk is een gevoel. En je bent net zo gelukkig als je van jezelf mag zijn. Die opmerkelijke puttenaren, kijk, wij hebben zo'n vooroordeel over wat puttenaren zijn. Tenminste, ik hoorde dat altijd van mijn studenten in Amsterdam. Die zeiden altijd, één put is een moorddorp. Nou, dat weet ik ook. Dat was ook een beeld. En verder, daar wonen alleen maar dominees en boeren in dat dorp. En wat wij in dit boek laten zien, is dat er inderdaad heel veel interessante dominees en boeren gewoond en geleefd hebben. Maar ook ontzettend interessante molenaars, huisartsen, onderwijzers, pottenbakkers, kunstschilders en noem maar op. He, tot er met zelfs, en bijna niemand weet dat, tot een wereldbekend jazzmuzikus en componist. In Putten niet bekend, maar in de Verenigde Staten speelde hij met Louis Armstrong en dat soort mensen. Ik wil respect betonen aan die mensen die hier wonen en werken nu, hè, zoals jullie dat doen in de salon, hè, creatieve mensen. En ik wil dat ook doen voor de mensen uit het verleden, die hier veel te makkelijk vergeten worden, vind ik altijd. En die mogen best aandacht hebben in zo'n boek. Ja, want die opmerkelijke puntenaren, dat zijn allemaal mensen die inmiddels overleden zijn. Het zijn mensen die overleden zijn. Ja. Ja. Een ervan is de dichter Jacques van Hattem. Die heeft 2 jaar hier in Putten gewoond, hè? Nee, hij heeft hier langer gewoond, maar hij heeft hier 2 jaar gewerkt. Invloed van Putten op Jacques van Hattem en vice versa. Ja. En daarna gaat Bert over tot een presentatie, hè? Die staat daarachter klaar op de PowerPoint. Als jullie hem allemaal niet goed kunnen zien, moet je misschien maar eventjes dan naar voren komen. Maar eerst Bert, wat heeft Jacques van Hattem aan Putten nagelaten? Jacques van Hattem heeft aan Putten in ieder geval een heel mooi boek, daar heb ik ook een plaatje van zo meteen, een boek nagelaten wat hij hier gemaakt heeft met Johannes Bezaan, weer zo'n bekende Puttense kunstenaar, die uitgegeven is bij Terwee, boekwinkel Terwee in de Dorpstraat. Die man was ook uitgever en die maakte fantastisch ouderwets prachtig drukwerk, zo in de jaren 30 en 40. En heeft een boek met sprookjes gemaakt voor kinderen. En dat was toch wel vooral geïnspireerd op zijn ervaring als onderwijzer in het bos. Hij was onderwijzer aan school Schovenhorst, de school die wij allemaal kennen, door de familie Oudemans ooit gesticht voor de mensen die in dat gebied woonden. En hij was daar onderwijzer. Hij moest over klas 5, 4, 5 en 6, het was ook toen een tweemansschool, 4, 5 en 6 moest hij de scepter zwaaien. En hij hield eigenlijk niet van het onderwijs, maar hij hield wel erg van kinderen. En kinderen aanzetten tot lezen en tekenen en schrijven. Enfin, al die zaken die jullie hier ook altijd naar voren brengen. En dat is eigenlijk wat hij over Putten gedaan heeft. Hij heeft ook nog een gedicht geschreven over Putten. Dat komt straks aan bod. En hij heeft een sprookje geschreven over Putten wat niet gepubliceerd is. Wat nog niet kon in die tijd, want hij vond Putten erg mooi, maar hij vond het, zoals hij zei, wel erg calvinistisch. En hij vond de hele Veluwe wel erg calvinistisch. En dan zul je zeggen wat raar, want van huis uit was hij Nederlands hervormd, en dat bleef hij ook. Maar hij was niet zo voor de domineescultuur hier op de Veluwe. En hij heeft een sprookje geschreven over het zondige dorp, waarbij God alle mensen in Putten, alle kerkgangers in Putten moet ik zeggen, veranderd heeft in vogels. En pas als hun zielen weer gingen groeien, dan zouden het weer mensen kunnen worden. Nou, het sprookje is niet uitgegeven. Het berust waarschijnlijk in het Letterkundig Museum in Den Haag. Dus ik wil dat nog wel boven tafel zien te krijgen om misschien het wel uit te geven. Jacques van Hattem kon niet zijn wie hij was.
Jacques van Hattem was hervormd, maar bij hem thuis waren ze ook zeer socialistisch. Dat botste natuurlijk al, dat zie je ook in zijn poëzie, die botsing voor de Eerste Wereldoorlog en vlak na de Eerste Wereldoorlog tussen klerikalen en niet-klerikalen. Hij was heel sterk en hij was ook homoseksueel. Nou, en dat was in die tijd natuurlijk helemaal onbespreekbaar en zou in Putten ook onbespreekbaar geweest zijn. Maar hij had niet de neiging om aan de kindertjes te zitten of zo, aan jongetjes te zitten. Heel veel mensen verwarren dat altijd. Die denken dat homoseksualiteit net zoiets als pedofilie of zo, daar was helemaal geen sprake van. Maar hij kon dat tot ongeveer 1950, kon hij dat niet openlijk bekendmaken. Daarom ging hij vanuit Putten naar Amsterdam. Want in Amsterdam was veel meer vrijheid op dat gebied. Maar die worsteling, die is dan toch eigenlijk wel altijd de bron tot poëzie. Die liep bij jou ook. Hè? Worsteling in het leven met jezelf. En die Paul van der Staaij die we net hadden, ook diepe geestelijke crisis. Dat leidt dan toch vaak tot moois. Ja. Nou ja, als ze het mooi vinden, want dat wou ik laten zien, een paar gedichten. Hier zie je hem op oudere leeftijd nog veel bedachtzamer, maar niet wat je zegt, een hele vrolijke man. Volgende. Ja, dit heb ik er even bij gezet. In Lommels, waar hij geboren werd, in Friesland, daar heeft hij 13 jaar gewoond, van 1900 tot 1913. Maar daar is in zijn geboortehuis wel een gedenksteen. Ik laat dat expres even zien, want ik zou zo graag in Putten ook wat gedenkstenen. Het zij echt in het 13e jaar weggegaan en op zijn 13e jaar kwam hij op de Veluwe terecht. En op de Veluwe heeft hij ook 13 jaar gewoond. En zijn vader werd tuinknecht in Stakenberg. Zoals je weet, daar in de buurt van de Zwarte Boer, daar richting Elspeet. Dat was diezelfde meneer Buma, die had daar een landgoed gekocht en gebouwd en die wilde daar kwekerijen beginnen. En de kleine Jacques, Jaap, Jacob, zoals hij genoemd werd, ging in Elspeet verder naar school en ging vervolgens onderwijzer worden in Harderwijk. En daar was een Rijksnormaalschool. Daar gaven leraren van de HBS en gymnasium gaven daar 's middags en 's avonds lessen. En daar ging hij ook voor onderwijzer te leren. En dan moet je bedenken dat die lessen begonnen 's middags om 4:00. Het liep dan 's avonds tot 10:30. Dat hij vanuit Elspeet op de fiets met karbietlantaarns over de modderwegen van Elspeet naar de wijk moest rijden, lessen volgen en dan weer vanuit de wijk naar Elspeet terug moest. Dat was niet een hele gemakkelijke opleiding, zo gezegd. Van Elspeet ging hij naar Putten, omdat zijn vader tuinknecht werd bij Wijstein. Dat is hier eigenlijk vlakbij. Daar zat toen de weduwe van majoor Diemond. In Putten, ergens in het bos, loopt een Diemond aan lopen. Hij was majoor en wethouder van Putten. Daar werd zijn vader tuinknecht op Wijstein, waar nu de conservenfabrikant Struik woont, daar werd hij tuinknecht. En toen was hij dus eigenlijk al in Putten, zonder dat hij hier nog onderwijs was. Dus daarom zei hij, hij heeft hier niet zozeer 2 jaar gewoond, als wel 2 jaar gewerkt. Dit zijn een paar van zijn boekjes. Ga maar door, zou ik zeggen. Ja, dit gedicht wil ik even voorlezen. 3 types gedichten. Dus die kinderlijke gedichten, sprookjes over kabouters en over merels en eekhoorns en zo, die hij hier in Putten uitgegeven heeft met tekeningen van Johannes de Zaan. Hij heeft wat cynische gedichten, zoals dit gedicht. Dat heet 140 pond. Ik ben van Hattem en ik weet dat 140 pond zo heet. Maar dat de naam direct vervalt, als het leven wijkt uit de gestalt. Dan ligt onder de naam van Lijk die 140 pond te kijk. Gij zijt bij het defilé misschien, alleen ikzelf zal het niet zien. Dat is vreemd,
Ik zie wat gij niet ziet. Wat gij dan ziet, zie ik weer niet. Enfin, die 140 pond is nog springlevend en gezond. En ik geniet graag schrevens gunst en om mezelf en om de kunst. Hoe meer ik drink, hoe meer ik eet, hoe meer gewicht van Hadden eet. Maar dan komt zijn tweede soort poëzie. En dat die is fel socialistisch en fel anti-kerks. En die is ook allemaal geïnspireerd hier op de Veluwe. En dat ga ik nu laten zien. Het zijn een paar dia's waar het op staat. Er staat hierboven, en dat staat op de balk, dat kunt u niet lezen. Maar er staat in Elspeet, staat aan mijn partijgenoten. In Elspeet staat een grote kerk, in Minspeet en in Putten. Daar zit Gods uitverkoren volk, de zondag door te dutten. En op de preekstoel staat de man die al die keuterboertjes kan goochelen en verblinden en om zijn vingers bidden. Begrijp het niet verkeerd. Van Hattem was godsdienstig, maar hij was tegen de politiek uit die tijd, uit die jaren, vooral tussen de beide wereldoorlogen. En waarin de conservatieve dominees de dienst uitmaakten. En daar vecht hij tegen en dat doet hij ook wel erg pittig, moet ik zeggen. In Elspeet staat een pastorie in Munspeet en in Putten. En verder op de heide staan de strogedekte hutten. Daar zijn de bedsteden te klein en ronken achter het bedgordijn na het swoegen en het draven de nog feodale slaven. In Elspeet staat een grote kerk, in Nunspeet en in Putten, daar zal het pilo-broekenvolk wel eeuwig blijven dutten. Maar plotseling zijn ze als één man, wanneer een staking in Zandam hen maakt tot onderkruipers, door klerikale gluipers. Nou, het gaat flink scherp. U weet, onderkruipers, dat zijn mensen die een staking breken. Er is in Zandam in de 20 jaren een staking geweest. En dan komen de Veluwenaren met bootjes naar Noord-Holland toe om die staking te breken, om die plaatsen in te nemen. Dat was voor hen verschrikkelijk. In Elspeet staat een grote kerk, in Nunspeet en in Putten. En verder op de heide staan de strogedekte hutten, waar dominee het volk bevrijdt van lastige solidariteit. En het altijd weer te prooien tot nadeel van de rooien. In het haventje van Harderwijk, van Elburg en van Kampen, daar scheept dat Veluws volk zich in, omzwalpt van kwade dampen. De Zaanse staker krijgt het kwaad, de zwarte kudde van het verraad, de starren en de dommen gaan daar tezamen drommen. Ik zag ze dikwijls op het ei, die stijve domme harken, die met een zwarte petje opzij in Holland gongen warken. En altijd streden dan in mij de woede en het medelij. En altijd zei ik dan weer nee, die godvergeten dominee. En dit versta ik dan niet goed van de SDAP'er, van de voorloper van de Partij van de Arbeid, zoals u weet, dat hij nog eerbied hebben moet voor zo'n fariseer. Dat hij zo'n kerk nog steeds ontziet, omdat het partijprogram gebiedt het geloof te appreciëren, zelfs van die zwarte heren. Nou. Ja, dat is de tweede categorie. En u ziet, die is nogal pittig. En de volgende graag. Is dat uitgegeven? Allemaal uitgegeven, ja. Ik heb, hoeveel dat? Er is verzameld werk. Ik zal het daar zo even zeggen. Maar Bert, je zit echt een beetje aan de tijd. Okay. Moet je bewaken. Dus, Dit zijn de sprookjesboeken hier in Putten uitgegeven van Audrey Bond, Miliemans en anderen. En hier ziet u typische bezaamtekeningen daar rechts bij de sprookjes staan. Ja, volgende en volgende. En hier zijn de verzamelde gedichten. Goed. Jacques van Hattem is. Ja, van Jacques van Hattem naar Melody Jane.
Maakt niet uit. Wie is Melody Jane? Een muzikant. Een muzikant. Yes. Maar dat is vast niet je echte naam. Nee, dat klopt. Mijn echte naam is Marlies Jeltrud. Mag zij jouw lied ook? Ja, dankjewel. Dat is makkelijker, dan kan ik het zelf vasthouden. Een muzikant, hoe lang al? Al heel lang. Want toen ik 15 was, denk ik, 16. Ja, want zoiets. Gitaar is volgens mij jouw ding. Dat is mijn ding. Ja. Ja. En maak jij wat voor gitaar? Nou, ik ben zelf speel akoestische gitaar. Ja. Dus dat is wel belangrijk voor mij als muzikant. Maar als instrument vind ik het in andere vormen heel mooi. Want naast dat jij speelt, haal je hem ook nog uit elkaar. En weer in elkaar. Oh, okay, dat is wel een bedoeling. Dat klopt. Ja, ja, dat doe je als groep, hè? Tenminste, ja, begrijp ik, ja, bij Musicana. Daar repareer je gitaren en maak je ze ook? Of, je moet wel maken van repareren, maar ook dat je zelf dingen ontwerpt? Ik doe wel aan customizing, noemen ze dat. Dat betekent dat je ook instrumenten gaat aanpassen. Mm-hmm. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door elektronica, dat is de meest bekende vorm van aanpassen eigenlijk. Maar het kan ook door materialen van de gitaren te vervangen of op te vragen of eigenlijk van alles mee te doen. Ja, en de gitaar die je straks gaat spelen, is dat jouw lievelingsgitaar? Ja. Is dat een speciaal merk? Want ik weet niks van gitaren, dus er gaat voor mij de hele wereld open. Want ook daar zal je al heel veel keuze hebben in soorten en platen. Ja, dit is een Tanglewood die ik bij me heb. Het komt van bouwers uit Engeland. En dat is een voorbeeld van een gitaar die ik inderdaad helemaal heb aangepast op mijzelf als muzikant. Daar gaan we zo even goed naar kijken. Ja. Wat speel je voornamelijk? Wat voor soort muziek spelen jullie wat? Hè? De bassist zit al helemaal klaar zo. Ja, die zit er wel klaar voor. ik speel folkmuziek. Ja. Eigenlijk in heel veel vormen, maar vandaag met name de Amerikaanse folkmuziek. En is dat een soort van country? Ik ben er niet in, hè? Veel mensen die horen er in ieder geval country in. En dat klopt natuurlijk ook wel een beetje, want de country is ook een muziek die is voortgekomen uit folkmuziek. Hè? Dus dat hoor je nu nog steeds terug in de muziek, in de countrymuziek. Zoals je in de folkmuziek ook hebt, dat het heel veel over verhalen gaat. En over de dingen van het dagelijks leven. En in de countrymuziek kun je bijvoorbeeld nog steeds een liedje schrijven over dat je zo blij bent met je nieuwe auto. Ja, of met je shoes. Dat ben je dus doet, maar dan heb je ook dat gedaan, toch? Ja. Maar je zei het al, verhalen. Schrijf je ook die zelf of bewerk je zelf? Op dit moment ben ik inderdaad heel erg met het bewerken bezig. En dan muzikaal? Muzikaal, ja. Ja. Dus de teksten, doen die dan iets met je? Kies je ze daar uit of kies je weer op de muziek? Ik kies het meestal op de tekst uit. De tekst? Oh ja. Ja. En waar let je dan op? Ik let erop dat het ergens over gaat. En ja, dat ik het leuk vind waar het over gaat, of interessant vind waar het over gaat. En dan ga ik kijken, is er al muziek bij, of melodie, of begeleiding wat ik mooi vind. En hoe kan ik het maken als ik het graag wil. Vandaag speel je folkmuziek. Je speelt vandaag ook Ierse muziek, Keltische muziek. En dan zie je er iets anders uit weer. Zie ik er weer anders uit, ja. Geen hoed op, blijf in Keltische gewaden. Ja. Ik las ook ergens in Ermelo, heb je geprobeerd, misschien is dat nog een steeds, op zondagmiddag, of één keer of twee, drie keer per jaar, ik weet niet precies. Maar dat je soort jam sessies hebt met voor Ierse muziek, is dat nog? Ja, dat is volgende week zondag. Nou, 16 januari er weer op. Ja, hartstikke leuk als iedereen komt. Ja, en dan krijg je dus gewoon, dan kan je gewoon meedoen. Als je bekend bent met Ierse muziek kun je gewoon meedoen en als je daar niet mee bekend bent, dan kom je... Dan mag je dansen. Ja, mag je dansen. Ook leuk. Toch? Waar is dat? Het is in het Wapen van Ermelo. Dat zit in het oude postkantoor van Ermelo. Ja. En waarom laat het vandaag? Maar dan ga ik daar niet op vragen. Om 2 uur beginnen, maar meestal zijn we rond een uur of 5:30 uitgespeeld. Ja. Ja. En met hoeveel ben je dan vaak aan het spelen?
Nou, dat verschilt een beetje, maar meestal zijn we toch wel minimaal met 15 muzikanten. Oh, dat is echt wel heel erg. Nou, ja, oké. Nou, volgende week. Ja. Inderdaad, van Ermelo vanaf 2 uur, maar je kan er tussendoor gewoon doorgaan. Rambling Piet, die al klaar zit, daar speel je vaak mee. Hoe lang spelen jullie nog staan? Ik denk 4 jaar, zo'n beetje. Oh, ja, ik had veel meer verwacht eigenlijk. Nee? Nou, 4 jaar. Wat gaan jullie spelen? We gaan 3 liedjes spelen. We gaan als eerste het liedje Cold Tattoo spelen. En dat gaat over het sluiten van de steenkoolmijnen in Amerika. Dat is trouwens een onderwerp dat heel veel terugkomt in Amerikaanse popmuziek. Dus ook in onze speellijsten komt dat onderwerp vaker aan bod. Het tweede liedje wat we gaan spelen heet Annabelle. En dat gaat over het verlies van een kind. En dat vind ik dus ook heel mooi in de popmuziek. Dat ook voor dat soort onderwerpen ruimte is. En het derde liedje heet The Buffalo Skinners en dat is een verhaal wat vertelt over een bisonjacht in 1881. Oké. Stone. Hoe heet de schrijver? Ja, het is een boek over een bisonjacht. Nou, dat is een goede vraag die je stelt, want heel vaak zijn schrijvers niet meer bekend van poëzie. Van oude poëzie. Het is eigenlijk zo'n traditie op traditie dat op die manier... weer verder gaat, die verhalen. Want dat zijn verhalen, dat gaf ook aan. En dat maakt ook dat je dus als muzikant best wel veel vrijheid hebt om ze muzikaal om te vullen. Ja. Oké. I've been a gold mine.
Summer pleasantly.
Iemand hier
hier naar Putten die ook in ieder geval twee favoriete gedichten ten horen gaat brengen, is Marleen Wax. Applaus voor Marleen Wax. Wij kennen elkaar via, zal ik maar eens zeggen. Ja. En wij waren aan het mailen en toen hadden we het over gedichten voordragen. En toen zei jij, of mailde jij mij, van dat je heel graag dat zou willen doen. Want je had twee dierbare gedichten die je graag naar voren zou brengen. Welke gedichten zijn het? Dat zijn van Klein Orkest, De Ballade van de Dood. Misschien van mensen bekend, van Harry Jekkers. En De Parel. De Parel is van Bette Westra, geloof ik. Bette Westra. Bette Westra. Die schrijft een jeugdboek, volgens mij. Ja, klopt. Oké, voordat je dadelijk zal laten horen aan ons, ben ik heel nieuwsgierig van welke rol spelen gedichten van jou in jouw leven? Hoe ben je daarmee bezig? Ik kom af en toe iets tegen. In een boek of in een tijdschrift of op een kerstkaart. En als me dat dan aanspreekt omdat er iets van humor in zit of omdat het past in mijn leven, zal ik maar zeggen, dan blijf ik dat bij, dan kopieer ik dat. Zoek nog wel eens de complete tekst op internet en dan bewaar ik dat voor, ja zeg het maar, voor gelegenheid. De oester. Een oester uit het Hollands nauw kwam bij de dokter met zijn vrouw. Mijn man, zo sprak zijn echtgenote, mijn man is altijd zo gesloten. Hij is heel lief hoor, daar niet van. Maar ik heb er zo weinig aan. Hij sluit zich op in zijn twee schelpen en zegt, ik kan het ook niet helpen. Het is nu eenmaal mijn natuur. Dat kan wel zijn, maar op den duur, dan wordt het saai, wat hele stille. Ach dokter, ik zou zo heel graag willen dat u eens een ernstig met hem sprak en hem voorzichtig openbrak. De dokter fronste lang zijn voorhoofd en zei, dat lijkt mij ongeoorloofd. Maar vindt meneer het een probleem als ik een röntgenfoto neem? De oester zweeg in alle talen. De dokter ging zijn toestel halen. Wie zwijgt stemt toe, dus komt u maar. Het is in één minuutje klaar. Ziezo, de foto is genomen. Als u er even bij wilt komen. Wat zie ik daar? Ach, lieve hel, u hebt een parel in uw schelp. Geen kleintje, nee, een hele grote. Dus daarom bent u zo gesloten. U denkt gewoon de hele tijd, straks raak ik nog mijn parel kwijt. Dat had de dokter goed gesnopen. Heel langzaam ging de oester open. Heel zacht ontsloot hij zich en zei, daar lag de mooiste parel die er ooit op aarde is gevonden. Een onvoorstelbaar grote ronde. Zijn vrouw was zichtbaar aangedaan en liet een zilte oestertraan. Ze riep van vreugde buiten zinnen, je bent zo mooi van binnen. De oester zuchtte zachtjes, schat, ik wist niet dat ik het in me had. Hij nam haar teder in zijn schelpen en zei, ik kon het echt niet helpen. Ik wilde wel, maar kan niet, heus. De dokter sloot ontroerd zijn neus. Hij zei, ik raad u aan, heer oester, ga door met opengaan en koester, met zorg en niet door angst geplaagd, de parel die u omdraagt. Wat een Deze vind ik erg leuk, omdat ik denk van ja, laten we van iets sombers iets met een roze randje maken. Er was eens een koning, machtig en groot, die had slechts één vijand, en dat was de dood. Waarom moest de dood toch zo zijn leven bederven? Waarom was hij zo bang om te sterven? De koning ontbood toen al zijn geleerden, die te paard en te koets aan het hof arriveren. Morgen, geleerden, zei de koning beleefd, ik zit mij met een vraag waar niemand antwoord op heeft. De jongste geleerde, een ijdele snaak, riep, vraag maar, sire, vraag u maar raak. Wilt u soms weten hoeveel sterren er zijn, of hoe zwaar al het zand weegt van de grote woestijn?
Of hoe de belasting massaal wordt ontdoken, of... Maar toen werd hij abrupt onderbroken. Wel nee, zei Tony een tikje afwezig. Waarom moet ik dood? Kijk, dat houdt mij bezig. Niet één der geleerden had zo'n vraag verwacht. Of sla ik me dood? Zei de jongste heel zacht. De oudste geleerde nam toen het woord en zei, sire, sommige mensen worden vermoord. Anderen komen per ongeluk om, maar de meesten sterven van ouderdom. De koning zei kribbig, ja, dat wist ik al lang. Maar wat is de dood? En waarom ben ik zo bang? De knapste geleerde zei toen, mag ik soms even? Misschien moet u, sire, met de dood leren leven. En de koning sprong op, zijn woede was groot. En hij schreeuwde, ik eis een antwoord. Wie is de dood? Toen sprak een geleerde met veel fantasie. Zal ik eens vertellen, sire, hoe ik dat nu zie? De dood komt je halen. De dood raakt je aan. Dus de dood moet in levende lijven bestaan. We moeten hem vangen. Dan zijn we eraf. Leven het leven en weg met graf. Ach, de dood, zei de knapste, is niet te verslaan. Want als je een beet pakt, dan ga je eraan. Toen kreeg de koning een schitterend plan. Hij zei, ik ken een stokoude doodzieke man. Hij heeft, denk ik, nog maar een uurtje te gaan. Dus de dood komt hem halen, de dood komt eraan. We bouwen een glazen kooi om zijn bed. En de deur wordt uitnodigend opengezet. Is de dood eenmaal binnen, op weg naar zijn prooi, dan sluiten we snel de deur van de kooi. Aldus werd besloten, men ging aan de slag en de dood werd gevangen, nog diezelfde dag. Somber en treurig zat hij achter het glas, alsof hij een levend museumstuk was. Nog nooit was het volk zo gelukkig geweest. Jaren en jarenlang vierde men feest. Maar op den duur ging het feesten vervelen. En ging men gevaarlijke spelletjes spelen. Men sprong van torens in diepe ravijnen. Men stoeide met leeuwen en met wilde zwijnen. En men dronk liters en liters vergiftigde wijn. En voerde wat oorlog, gewoon voor de gein. En niemand ging dood, geen mens ging verloren. Maar er werden wel steeds meer baby's geboren. Het werd alsmaar drukker. En het werd steeds benauwd, werd nu benauwd. Er werden zelfs mensen de zee ingedouwd. En 100 jaar later was de lol eraf. En ging men weer verlangen naar de rust van het graf. De koning dacht, goed, ik ben nu niet meer bang. Maar ik vind alles zo saai en ik regeer al zo lang. Opnieuw riep hij toen de geleerde bijeen. En zei, wat een ellende, waar moet dit heen? De knapste geleerde, inmiddels zo'n 3 eeuwen oud... Zij bevrijd toch de dood, want zo gaat het fout. Maar de jongste geleerde zei, ja, maar wie laat hem los? Wie de deur open doet, is als eerste de klos. De koning stond op en zei, theatraal, laat mij het maar doen, gegroet allemaal. Mijn angst voor de dood is nu wel genezen. Ik heb, geloof ik, meer van het eeuwig leven te vrezen. En hij schreef naar de kooi, machtig en groot. En stierf in de arm van de gretige dood. Leven de dood, riep het volk dolgelukkig. En ze leefden nog lang en stierven gelukkig. Wat is mooi, hè, Marlijn? In zo'n zwaar thema als de dood toch inderdaad luchtig kan worden in liggen, wat kan boos iets doen. Ja, en het is inderdaad een zwaar onderwerp, maar tegelijkertijd, als je het zo ziet, vind ik het eigenlijk, het is zo realistisch, hè. Ik heb er zelf al zo vandaag gedacht, zou ik 300 jaar oud willen worden? Dat dacht ik echt niet. Doe het voor me daarna niet. En inderdaad, het geeft een roze randje om een zwart onderwerp. Ja, dat is mooi. Maar ook leuk, en dat jij, als je een gedicht tegenkomt, dat je hem dan bewaart, omdat je blijkbaar dus ook regelmatig een podium hebt waar je dat aan iemand mee kan geven. Regelmatig is een groot woord, maar je kunt het wel eens nodig hebben. Ik gebruik wel eens een stukje uit een gedicht om op een kaart te schrijven. Als iemand een tekst schrijft. Ik heb het ook wel eens op iets op een kerstkaart gezet. Ja, dat vind ik leuk.
Ja, dat is leuk. Nou, ik hoop dat veel mensen nog mogen genieten van jouw enthousiasme en je gedrevenheid om met deze gedichten of andere teksten iets mee te geven aan anderen. Want dat heb je hier zeker gedaan. En nou, heel erg bedankt en applaus voor Marja. Nou, de man hebben al met hun schitterende bloemenstukjes aan. En naar bloemen. Ja, toch? Ja. En nu mag ik ze verzoeken om op de bank te komen zitten. En Peter, nu gaat waarschijnlijk weer wat doen wat jij niet wil. Waaraan? Niet te breed zitten. Nee. Ik zal mij waarschijnlijk opkomen. Nou, daar zitten ze dan. De kopende knekkers is het toch, hè? Knakkers. Knakkers. Eigenlijk lijkt het een beetje op Laurel en Hardy. Ja, dankjewel voor het compliment. Ja, ja. Ja. Zal ik wel de dikke zijn, denk ik. Ja. Ja, ik heet Dick, dus dat... Dick, dat ja, dat gaat wel goed, hè? Ja. Nee, we zijn de muzikale tweede. Oké, Dick en Tom. Ja. Ja. En hoe zijn jullie op de coconut knekkers gekomen? Nou, daar hebben we tamelijk lang over nagedacht en hebben we weer geschreven. Ja. En we wilden uiteindelijk een naam hebben die niemand heeft. En dat is nogal moeilijk. Maar als ik, als ik dit ga googelen, dan krijg ik allemaal coconut knekkers. Ja. Ja, dat is vooral en jullie niet. Nee, dat is maar goed ook wel, wel of niet beroemd. Oh, okay, dat in tegenstelling tot het vorige duo. Dat ben nog steeds goed bezig, jongens, maar doe het niet, wil het niet. Maar jullie vonden het een leuke naam? Ja. Ja. Dat vond het een leuke naam. Oké. Ja. Dick en Tom, en hoe lang spelen jullie al samen? Nou, een jaar of vijf, hè? Ja, een jaar of vijf ongeveer. Vijf. Ja. En daarvoor, want ik ben dus aan het googelen gegaan, dat heb ik jullie net al een beetje verteld in de pauze. Ik kon echt niks vinden, dus ik heb nu allemaal dingen gevonden die niet goed zijn. Goed zijn. Want Tom, jullie speelden al, maar je had ook nog, Dick had ook nog een ander duo. En zo heb ik ze ooit zien spelen in Harderwijk. Ze speelden heel vaak op straatfestivals. Professor Peter was dat. Professor Peter? Dat is met dokter Dick. Dat is een ex. Dus hij is nu getrouwd met Tom. Nou ben ik getrouwd met Tom. Ja. Nee, het is zo van Tom, die ben ik jaren geleden, jaar of zeven denk ik geleden. Kom misschien uit. Nou ja. Tegengekomen bij een optreden van Peter en Katharine Kapel. En zijn vrouw die kwam ook bij me werken. Zei, mijn man heeft ook een ukulele. Nou, ik denk, ja, dan moet die man even ontmoeten natuurlijk. Yeah. En toen hebben we eerst de ukulele club Harderwijk opgericht. Hoeveel ukuleles zijn er? Ja, ik moet even oppassen, want ik heb het heel de week voor anders genoemd. Hoe heb je het dan gedaan? Ukuleles. Oké, gaan we hier... Blijf maar zitten, ik heb het nu goed gezegd ook. Oké. Maar toen hebben we een jubileumclub opgericht, ja? Waar mensen ook jubileum konden spelen, konden leren spelen, ja. En liedjes gedaan en wat ze niet meer. En ik heb mijn hele leven heb ik al op straat gespeeld en Tom die wilde toen mee. Die drong zich aan mij op, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk zo. En toen is hij meegegaan. En ja, nog steeds spijt van. Hij heeft er nog steeds spijt van, maar hij doet enthousiast mee. Ja. Ook. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, leuk. Ja. Ja, ik heb een hele prangende vraag, want jullie images is meteen al grappig, hè? Zo, de dikke en de dunne en een hoedje op en je doet zo'n blouseje aan en dan ook nog zo'n lullig instrument eigenlijk, hè? Ukulele. Ja, nou stop. En dan, luister, grappig, heb ik ook gezegd. Nee, waarom is het ook in jullie grappigheid, want jullie stralen vrolijkheid uit en grappigheid uit. Maar waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, is dat, wat doe je nou in je dagelijks leven? Wat ben je nou van beroep? Ja. Als een beroep. Wat doe je nou? Ik ben de weg- en waterbouwkundig ingenieur en ik werk op het zomergelezen als beleidsmedewerker. Er zijn best in leuke vakken zoals bestekken en begroten en zakelijke communicatie, dat soort dingen. Oké, ja, leuk. Oké. Okay. Het is net wie van de drie, hè? Dat dan de derde op de bank is. Ik ben activiteitenbegeleider op Cirelolo's Noord. Dus ik doe. Leuke dingen voor leuke mensen, zeg ik altijd. Mijn werkdag begint met een liedje, dus wat wil je nog meer? Ja, super leuk. Ja, we waren dus bezig in 1952, geloof ik.
Maar toen zijn Ton en ik, die zijn, er zijn uiteindelijk een duo geworden. Ja, leuk. En jullie zijn helemaal gek op kleine instrumenten. Ja. Want jullie hebben niet alleen ukuleles, maar ook nog een banjo-achtig iets. Ja, dit is een banjo lilles, een uitvinding uit 1912 geloof ik. Deze kant is een banjo en deze kant is een ukulele. Okay. En het bijzondere van de ukulele is dat er, in tegenstelling tot de gitaar, zitten er maar vier snaren op. Wat met onze intelligentie ook iets makkelijker is om mee om te gaan. En er zit geen bassnaren op. Dus de ukulele is, de laagste snaar is deze. Derde. En deze zou dus nog lager moeten zijn, maar die is juist weer hoger. Maar je hebt gewoon niet goed gestemd. Nee hoor, nee. Zo hoort hij. Nou ja, mooi. Ja, maar dan lekker bezig, hè? Hoeveel, jij zei, hè? Hoeveel van die kleine instrumenten hebben jullie? 27. 27, nou, bij elkaar of jij nee, alleen. Alleen. En jij denk, jij hebt meer? Nee, ik heb er ooit 30 gehad, maar dat vond ik een beetje veel. Dus ik kom nou niet boven de 25 uit. 25. Dus er moet er altijd weer eentje uit voordat ik weer een andere koop. Ja. Dus dat zijn allemaal miniatuurtjes van... Dat zijn gewoon ukuleles. Ukuleles. Allemaal ukuleles. Ja, ook zelf gebouwd. Zelf. Of omgebouwd. Ja. Deze is omgebouwd bijvoorbeeld. Het was eerst een ander instrument. Heb ik omgebouwd tot ukulele. Het was eerst een kindergitaar. Nee, het was eerst een tuffel uit de Canarische eilanden. Nee, het is gewoon een serieus instrument hoor. Ja. Ik wil even bij je stellen. Ja, nee, dat is ook zo. Het komt omdat Brigitte Kaandorp, die heeft daar ook liedjes mee met de ukulele. En dat heeft toch een beetje zo'n lulligheidsgehalte. Ja, iets. Ja. En dan zo'n hemdje bij een hoedje ook. Ja, misschien wel. Ja. Nee, wat, wij spelen altijd op straat. En dat is eigenlijk de reden waarom ik gestopt ben met mijn andere duo, daar speelde ook op festivals en zo. En dan zie ik echt fysiek en dat wilde ik eigenlijk niet meer. Ik wilde eigenlijk gewoon vrolijkheid brengen. Ja. En we komen dan uit Harderwijk en hebben een heel mooi plein met allemaal terrasjes en zo. En, de markt. En daar, wij vinden de markt leuker als de muziek gemaakt wordt en dat wij de muziek van maken. Nou, hartstikke goed. Dat doen we met veel plezier. Ja, en jullie spelen qua muziek een beetje 50, 60 jaar muziek? Ja, een beetje de soundtrack van onze jeugd. Tenminste, meer zijn jeugd dan die bij mij natuurlijk. Jij bent veel jonger, hè, toch? Ja. Toen was de microfoon weer van mij, dankjewel Tom. En ik weet dat jullie, dat heeft volgens mij ook in de stand ooit gestaan. We hebben te maken in Nederland met heel veel vluchtelingen. Er komt ook vluchtelingenopvang in Harderwijk. En jullie wilden daar iets mee in een project? Ja, dat klopt. We liepen op een zaterdagmiddag liepen we in de stralende zon. Toen net bekend was dat een AOC geopend zou gaan worden in Harderwijk, liepen naar het plein toen we het was samen te spelen. En toen zei ik, ik heb een idee. Ik zei, nou ja, eigenlijk ik ook. En toen wisten we eigenlijk al wat over ging. En we hebben dus eigenlijk samen besloten om voor de kinderen van de vluchtelingen een uurtje muziek te maken in de week. En dan te kijken of je daar iets mee kan, ook in een stukje verwerking van zaken, maar vooral veel plezier te geven. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. En gaan jullie dan hetzelfde soort muziek spelen of ga je dan... Nee, dan gaan we ander soort muziek spelen. Nederlandse liedjes met Nederlandse teksten. Wat past bij de kinderen. Dus zeg maar ook bezig zijn met sta op, loop naar het raam, loop naar de deur enzovoort. Ga zitten, klap in je handen. Met allemaal dingetjes erbij, zodat ze ook weten wat een deur is en een raam is. En... Mooi voornemen. Ja, dus dat soort dingen gaan. Want in mei gaat het geopend worden in de generale... Ja, het wordt steeds iets uitgesteld. We hebben ook een protestgroep opgericht met AZC Ja. Wij vinden ons dat de slachtoffers zijn dat we te lang moeten wachten voordat we er iets gezelligs van kunnen maken. Ja. Er is namelijk zo van dat ik denk van, nou, als mensen dan vluchten uit hun, van alles wat hun vertrouwd is en ze komen hier, dan kan je maar twee dingen doen. Of je met je rug er naartoe gaat staan, dan krijg je in de peiling de 47 zetels mee, dat is een schande. Of je gaat er met je gezicht naartoe gaan. Staan en dan kan je genuanceerd kijken van wat er aan de hand is, wat er gebeurt. En ik vind ook van, nou, we kunnen met z'n allen iets gezelligs van maken. Ja. Ik ben erg voor gezelligheid. Hollandse gezelligheid. Hollandse gezelligheid, echt een Hollandse jongen. Ja. Jullie komen in ieder geval niet uit Harderwijk. Nee, ik kom uit Den Haag en hij komt uit Rotterdam. Ja, dat dacht ik al. Dat kan je echt niet horen. Maar goed, maakt niet uit. Jullie gaan gezelligheid brengen in Harderwijk. Dat doen jullie al door met veel plezier. Door veel op straat te spelen.
zitten. En ook bij zo'n opening van zo'n cultuurseizoen, daar zijn jullie van de partij. Nee, want we zijn geen cultuur. Jullie zijn geen cultuur? Nee, we zingen alleen maar liedjes en we maken. En dat maakt het niet uit, maar als dat gewoon door Harderwijk is. En ik heb begrepen dat er komt ook zoiets als gruwelen bij de buren, maar dan heeft het donkere dagen. Ja, dat snap ik ook. Ja, dat heb ik ook gelezen, ja. 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 Misschien maar daar zijn we ook niet voor uitgenodigd. Nee? Nee. Oké, okay, ze willen jullie niet in de huiskamer hebben. We hebben wel kerstliedjes gezongen op de markt, hè, inderdaad. Ja, ja. 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 Maar toen had je waarschijnlijk een rood wist en zo'n muts op, of niet? Ja, ik had een muts op. Ja, 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 die is een muts. Ja. Hé, hey, we gaan straks nog wat horen van jullie na de volgende gast, dus aan het eind eigenlijk, want het is inderdaad gezellig. Ja, we spelen de hele zaal leeg. Ja. Hele zaal leeg. Dat geloof ik niet, maar wat je al zei, op straat wil je vooral ook de gezelligheid brengen, want het is soms zo saai. Dat is het wel. Ik wens jullie ook heel veel succes met het project. Ik hoop dat ze snel komen, dan kan je snel aan de gang. Ja, het spannende is dat wij dus niet weten wat we precies gaan doen. Zij ook niet, toch? Nee, precies. We kunnen een aantal dingen en we denken dat we, als we ons dienstbaar opstellen, van dat we er met z'n allen iets leuks van kunnen maken. Ja, nou ja, dat is ook goed. Dat is een avontuur. Ja. Toch? We horen straks nog wat van jullie. Ja. En wil je nog iets kwijt? Nou, ik vind het wel gezellig hier eigenlijk. Die bank zit ook wel lekker, hè? Ja, 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 nee, ik vind het wel prima. Als ik het wel laat zitten. Ja. Nee, we gaan jullie gaan praat maken de volgende is goed. Neem je ukuleles mee. Ja. Die heeft niet alle 27 bij, maar we horen er zo nog een paar. Ja. En hartstikke leuk dat jullie er waren. En we hopen dat jullie ook in Putten af en toe wat gezelligheid willen brengen. Ja, dank. Ja, dank je wel. We hadden haar al een keer eerder hier in de cultuursalon, vorig jaar, Skal, Otels. Toen had je net je eerste bundeltje uitgebracht, volgens mij. Ja. Ja, hoe is het met je? Nou, ondertussen. Gaat hartstikke goed. Ja? Maar qua gedichten is het eigenlijk begin dit jaar, eind vorig jaar weer begonnen. En er zijn eigenlijk een paar van meegenomen alvast. Is het weer begonnen? Wat ja, is weer begonnen? Ja, het dichten, want ik was ook druk bezig met mijn studie en ik wil graag cinematografie gaan doen bij de filmacademie. En dat is camera en licht. En daarvoor moet je aanmeldingsfilm gaan maken en dat soort dingen. Dus daar was ik druk mee bezig. En toen had ik even de tijd en dan komt het toch weer opborrelen. Dus heb ik een paar gedichten. Maar dat is toch boeiend, want wat spontaan hier op kan borrelen is dus het woord. Hè? Maar je kiest de opleiding voor het beeld. Ja. Ja. Ja, ja. Dat is wel een goeie. Nou ja, beide kanten heb je dus in je. Maar frikt dat ook? Of strijden ze nee, om de eerste plaats? Nee, ik vind het heel mooi dat je beeldend een verhaal kan vertellen. En dat is ook uiteindelijk waarvoor ik kies. Maar ja, soms heb je iets in je borrelen, zo, dat noem ik dan altijd zo. En dan moet ik het gewoon even uitschrijven om het vorm op een rijtje te hebben. Dat is ook wel simpeler toch? Even opschrijven of intikken. Dan ja, filmen. Dan meteen even. Nou ja, dan zei je altijd die camera bij je hebt. Ja. Het was er iemand, maar die is er geloof ik nog niet meer. Die heeft gewoon, ja, die is Peter, die was iemand aan het opnemen. Ja, of deze Peter ook. Ja, dan hoort het ook een beetje bij, hè Peter? Wat zei jij? Dat die camera ook gewoon een beetje bij jou hoort. Eigenlijk wel, ja. Draai jij je hand niet voorom? Nee, die ene hand niet, hè. Nee. Goed, maar kan jij dan ook achteraf analyseren, ben ik heel benieuwd naar Pascal, wanneer het begint te borrelen, moet er dan ook iets zijn gebeurd of moet je ook dan een beetje een lastig... Ja, soms heb je er wel eens van die fase dat je denkt, ik weet het even niet meer, of hoe moet ik in mijn leven? En dat dan het begint te worden. Het is niet altijd hetzelfde wanneer dat gebeurt, maar het is soms of dat er iets gebeurd is, zoals met Parijs. Ik heb ook een gedicht geschreven over Parijs. En of er is iets gebeurd dat ik heb gezien en dat schrijf ik dan weer naar een gedicht. Of het is even een worsteling dat na een stilte tot uiting komt. Of dus het is, ik probeer ook dat het ook een beetje positief is. Niet alleen maar als je moeilijk is een beetje een groot woord, maar als je niet altijd serieus, vind ik. Het is wel mooi serieus gedicht, maar ik vind het ook mooi als je mensen met een glimlach
Zeker, we hebben net gezien toch bij Marjolein, dat is heel serieus dat je zelfs dat je combi kan maken. Ja, precies. Nou, ik ben dan altijd nu alweer, wil ik gewoon eigenlijk maar één ding, dat is namelijk jouw gedichten horen. Over Parijs zei je net. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben hier van staan vandaag, maar ik vind het helemaal prima als jij gaat zitten. Ja. Over Parijs eerst? Ja, doe die maar over Parijs eerst, want dat was wel een heftige gebeurtenis. Oh, ik zoek hem even op hoor. Kijk, het is echt nog vers handgeschreven, dames en heren. Ja, ik had het schrijven, maar het is gewoon typen. Ja. Het heet Monsters in Parijs. Hun klauwen en kaken, snijdende tanden, hun stekels en haken, besef verbannen. In de straten, door de muren, rond dolheid gespannen. Door de draden die gaan sturen. Het zijn geen mensen. Het zijn geen dieren. Ondenkbaar, bedenk maar. Het zijn monsters. Dus dat is een serieuze. Ja, een serieuze. Ja, mooi ook wel die klanken. Bedenk maar, ondenkbaar. Mooi. Dus ja, dat was iets wat me... Ja, heel erg wat me nog steeds bezighoudt en waarvan ik ook denk dat het de meeste mensen wel bezighoudt, ook nu met de herdenkingen en van Charlie Hebdo ook. En ja, ik vroeg me gewoon af, hoe kan je dat doen als je een gevoel hebt of zo. Ik was je neer. Ja, dat is toch heel prachtig dat jij dat bedenkt, dat het eigenlijk niet kan. En dus dat je een soort van monster moet zijn om het wel te kunnen. Ja. Ja. Over op iets vrouwelijks? Op iets vrouwelijks. Nou ja, dat was dus een gebeurtenis in de trein. En, vorig jaar had ook een schat als in de trein. Ja, een stiltecoupé. Maar dit is meer een gebeurtenis... Ik zat tegenover twee mensen en ik vond het heel raar wat er toen gebeurde. En het was een meisje en een jongen die hadden een relatie waarschijnlijk, want ze zaten helemaal met elkaar verbonden en zo. ik zat ervoor en ik dacht, het was echt, normaal gesproken zit er wel een ruimte tussen die banken, maar het leek echt alsof ze hier zaten, gewoon voor mijn neus. En ik dacht van, zou ik ergens anders gaan zitten, maar dan valt het ook weer zo op van... Maar dus ik ben blijven zitten en toen viel me iets op, want toen gingen ze in gesprek en toen viel me iets op. Ik denk dat... Oh, dan hoorde jij helemaal het gesprek. Ja, en ik heb meteen opgeschreven ook. Terwijl ze dus aan het praten waren, denk ik, ik kom meteen een boekje erbij. Maar, en later heb ik dat dan in een gedicht veranderd. Dus zal ik maar even voorlezen? Ja, graag. Het heet dus, voor mij zat een badje. Een badje? Ja. Ze zaten voor me, verstrengeld in elkaar, draaiend om elkaar heen, in gedachten, samen alleen. Terwijl het gele gevaarte ons verder bracht en ik bizar genoeg nog voor ze zat, gingen de tortelduifjes al tortelend verder. In de reflectie uitgebreid tentoongespreid. Het hevig bonken van zijn hart en haar kundige manier van modelleren. Het geduldig aanpassen en streng zijn in het aanleren. Maar haar werkje was nog niet af. Hij, met een nog steeds hevig bonkende hart, is misschien al redelijk gehercreëerd en hij is al zo ver heen dat hij alleen haar begeert. Maar er is nog één vraag dat bleef steken, kleven in het heersen van zijn bestaan. Dus vraagt ze met een liefkozende stem, wat is jouw lievelingskleur, lief duifje van me? Paars, zegt hij krachtig. Paars, zegt ze, nee wacht, niet paars, groen. Groen is prachtig, paars is afschuwelijk. Dus zegt die stomme dwaas, oh ja, groen, maar natuurlijk. En die woorden, je hebt soms hele mooie woorden en klanken ook. Komt dat dan in je op? Ja, want ze heeft dan niet echt gezegd, lief duifje van me, dus die heb ik eruit gepakt. Maar ja, dat komt eigenlijk zo op. Maar het is wel, ik schrijf en dan later lees ik het over en dan denk ik, nee, dat kan niet, dat is niet leuk. En dan later pas ik het nog aan. Maar ik heb ook wel eens een gedicht gehad die gewoon in één keer stond. Dus dat vond ik ook wel grappig. Maar ja, ik vond het zo raar dat je je lievelingskleur gaat aanpassen. Dat is toch persoonsgebonden. Dan ga je toch niet meteen, groen aan. Alsof je er niet over nadenkt of zo. Ja, ik vond het heel raar. Maar het is wel echt gebeurd. Ja, er gebeuren rare dingen. Ja.
Ja, dat was, je hebt nu mindfulness. Ja. En, en dat, ik weet niet precies wat het inhoudt, maar iemand zei van, nou ja, ik begin nu veel meer te kijken om me heen en wat er mooi is. En ja, nou ja, omdat ik ook camera wil gaan doen, kijk ik eigenlijk altijd wel om me heen, mooi licht vallen of iets dergelijks. En soms ben je met een opdracht bezig, dus dan ben je meer, heb je meer tunnelvisie. Maar meestal kijk je wel van wat mooi is in je omgeving. En dat had zij toen niet. En toen ze mindfulness is gaan doen, kreeg ze het meer. Dus ik dacht, nou, ik ga een gedicht. Nou, die gedicht kwam er gewoon. Maar toen dacht ik, nou, dit is geschreven voor de mensen die aan mindfulness doen. Een waterval. Na de val versmallen zal in een voortgestuwde rivier, kronkelend en glijdend over het landschap. Het vertakken van de kristallen, alleen door tijd waarneembaar zijn, verdwalen niet meer dwalen tot de stroming weer sterker wordt. Leidt de vogels verder, hoger in de roze-blauwe lucht, verdwijnend in lichtgevend ochtenddauw, waar de zon de rimpels van voortbeweging kust. Meeuwen zich door de cadans begrijpend en knikkend mee laten voeren. Ze zullen wegvliegen terwijl anderen neerstrijken, wanneer de wortels van oude wijsheid ons beroeren en we rustig woelen in de bodem, de korrels zachtjes ons zolen kietelen, verluisterende bladeren ritmisch in de wind. Ze sluiten onze ogen, ze strelen onze oren, opeens herboren. Ik heb ook bijvoorbeeld, toen werkte ik bij een stagebedrijf en toen heb ik daar gewoon tussentijd even gedichten. Ja, het is gewoon. Maar ik heb wel gehoord dat John Cleese, is een, die schrijft ook scenario's, en die zei, creativiteit kan je ook oproepen. Dus dat is gewoon om voor jezelf een tijd vast te stellen, van nu ga ik zitten. En dat je zegt van, nu heb ik de ruimte en nu kan niemand me storen. En dan gewoon schrijven en komt er vandaag niks en komt er morgen niet. Maar wel dat je tijd voor vrijmaakt en je ja, daaraan vasthouden. Goed, dankjewel. Hang het dus op je bed of half op de grond. Dat kunt u uitproberen of anders gewoon een vast tijdstip op de dag. Ja, nou dat zei John Cleese, dat helpt. Maar ik heb de hele aflevering nog niet gezien, dus dat moet ik even afkijken. Ja. Hey, Pascal, ja. Volgens mij vonden we het allemaal heel erg leuk om met jou deze cultuursalon over poëzie af te sluiten. Ik zou zeggen, ga door, ga door, ga door. Ja. Veel succes ook op de Filmacademie. Ja, als ik daar, dat is er nog een strenge toelating, maar okay. Ik ga ervoor. Je laat het dus weten. Is goed. Ja, doet het goed in Garderen? Ja, ik hou door. Ja, maar het is tussen Put en Garderen, dus... Ook koud worden? Ja, koud worden. Oh, koud het is ook worden. Kouder altijd, 1 graad kouder is. Ja. Ja, dat zal wel, ja. Uitgedicht. Ja, misschien. Pascal Holthof, we wensen jou alle succes. Van de cultuursalon van 10 januari. 10 januari, de volgende keer. Meneer Stacks, muziek enzovoort. Ik ben hier bij de volgende. Zomaar, ja? De volgende is op Valentijnsdag, op zondag 14 februari. En we hebben al, ik heb onze massos, maatschappelijke stagiaires, op pad gestuurd. Die hebben enkele mensen van u ondervraagd van wat moeten we dan doen op Valentijnsdag? Hartenbreken. Ik heb wel gehoord dat iedereen die dan komt op die cultuursalon, mocht u belangstelling hebben om dan ook weer te komen, of voornemens zijn om dan weer te komen, dat je iets bedenkt waarmee je iemand anders uit het publiek kunt verwennen. Hebben ze een leuk idee, hè? Een soort uitruilen van dingen die je kan. Nou, daar mag u vast over nadenken voor over een maandje. Ja, wij zorgen weer voor leuke gasten. Mag je komen bij Benjamin Magee. En dan dank ik mijn collega Erik Magees en Dirk Lokaal. Iets verder dan la la la. Dus het is een beetje een experiment. Het enige wat u hoeft te doen is met uw complete hart en dan
is uitgeroepen coconut, maar dan wel precies op het goede moment. Dus daar zit het mee. We gaan ermee beginnen en dan komt het vanzelf op ontdekken. Ja. Coconut woman is calling out. And every day you can hear a shout. Coconut woman. She loves you, yeah, yeah.